Abraham en Canaan. Naar Canaan. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar aangekomen waren, trok Abraham het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan vertrok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van Negev.